kregen Auvent en ik iets te eten en ongemerkt verstreken de nachtelijke uren. Slaap had ik niet, maar zat toch zwijgend in de stoel te peinzen. In het schijnsel van de kaars viel mijn blik op een oud televisietoestel dat in een open kast stond. Ik hield mijn linkerhand bij het vlammetje en keek op het horloge. Het was inmiddels al 4:58 in de ochtend. Nog even en we hebben weer stroom, zei ik en richtte mij toen tot monsieur Kiet. Staat het toestel aan? Ja, pater. De stroom viel uit en daarna hebben we geen knoppen meer aangeraakt. Dan moeten we over enkele minuten weer beeld hebben, want de FVC heeft alle elektronica 6 uren buiten werking gesteld. Ik zag dat Kiet dat laatste niet begrepen had en wilde het nader uitleggen. Plotseling gingen de lampen aan in de woonkamer en verscheen op het flikkerende beeldscherm van de tv een rode kleur. Geluid was er echter nog niet. Vol spanning gingen we voor het toestel zitten. Pater Auvent vertelde in het kort aan de Kwiets dat de broeders van de FVC door het buitenwerkingstelling van alle elektronische apparatuur de wereldmacht wilden grijpen en dat, indien ze hierin zouden slagen, we het vermoedelijk nu op televisie konden zien. Het felrode scherm voorspelde niet veel goeds. Langzaam vervaagde het rood en verscheen er een teken in beeld waaronder de cijfers 666 stonden. Dit teken was enkele minuten zichtbaar, maar nog steeds zonder geluid. Ik keek naar Auvent en vroeg hem, heeft u enig idee wat dit kan betekenen? Nou ja, het teken van de beest misschien. Ja, dat vermoed ik ook. Het doet mij denken aan de 3 kruisen op de Schedelberg in Jeruzalem. Het kruis waarin Jezus is gestorven is echt omgekeerd. Waarschijnlijk als metafoor voor de antichristelijke overwinning op hem. En de 3 zessen vormen dan de Schedelberg zelf. En geven daarmee betekenis aan de sinistere profetieën die Harold Aatschik heeft gedaan omtrent de onthoofding van alle tegenstanders van de Keltische broeders. Pater Auvent knikte alleen maar. Nu vervaagde langzaam het geheimzinnige teken en verscheen Harold Aatschik in beeld. Op de achtergrond bleef het teken heel diffuus zichtbaar. Aatschik zag er, zonder zijn macabere masker, weer enigszins normaal uit. Wel droeg hij zijn ceremoniële tenue. Hij keek op indringende wijze de huiskamer in en zijn priemende ogen leken te zijn gegrimeerd. Op rustige toon begon hij zijn toespraak tot de wereld. Hij sprak Engels, maar er werd Frans ondertiteld. Ik luisterde alleen maar. Burgers van de wereld. De meesten onder u weten inmiddels dat er iets bijzonders gaande is. Dat is juist. Uw leven neemt vanaf heden een andere wending. Voor sommigen onder u is dit positief, voor anderen niet. Dat bepaalt u zelf. Eerst wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Rex Mundi. Dit is tevens mijn titel. U staat allen onder bevel van de grootcommissarissen van de Keltische broeders. Formeel Fraternité de la Veuve Celtique. Deze grootcommissarissen vervangen vanaf heden uw staatshoofden. Regeringen zijn of worden opgeheven en alle militaire organisaties staan onder hun bevel. Tegenstand zult u met uw leven moeten betalen. Een voorbeeld hiervan wordt nu op het scherm getoond. Op de tv verscheen nu een scène waarop op chockerende wijze de onthoofding van een vrouw werd getoond. De camera zoomde in op het nog rollende hoofd. Harold verscheen weer in beeld en vervolgde. Nogmaals zeg ik u, weerstand bieden wordt zeer streng bestraft. Broeders en leden van onze organisatie herkent u aan de rode uniformen en baretten. Het dragen van andere uniformen is vanaf heden strikt verboden en overtreding wordt met onthoofding bestraft. Binnen 1 week dient u zich op een nog nader te bepalen locatie te laten registreren. Er wordt daarbij ook bloed van u afgenomen en er zal een DNA-test gemaakt worden. Iedereen ontvangt een elektrische chip die onder de huid van uw rechterhand of van uw voorhoofd geplaatst zal worden. Het kopen of verkopen van goederen en handel in het algemeen kan vanaf heden alleen nog gedaan worden door chipgemarkeerde burgers. Overtreding wordt streng bestraft. Landgrenzen worden met onmiddellijke ingang opgeheven.
De continenten worden ingedeeld in sectoren die onder leiding staan van de grootcommissaris. Om u te overtuigen van de ernst van de zaak, toon ik u zo live televisiebeelden die de situatie en de omwenteling op aarde weergeven. Alvorens deze beelden getoond worden, deel ik mee dat kerken met onmiddellijke ingang gesloten zijn. Sympathie of andere uitingen voor en van geloof worden streng gestraft. Samenscholingen in relatie hiermee zijn strikt verboden. Iedere middag om 3 uur lokale tijd ontvangt u via de tv of via een speciale website van ons nieuwe mededelingen. U bent verplicht hierna te kijken. Onttrekking hieraan, bijvoorbeeld om beroepsmatige reden, kan slechts plaatsvinden na machtiging van een FVC-gedelegeerde. En uw levensmotto wordt met Rex Mundi op weg. Het teken van de beest kwam nu weer volledig in beeld. Rex Mundi, wat Rex Mundi, liep ik kwaad. Aasjik is compleet gek geworden. Hij veroorzaakt bij zijn idioterie een heleboel angst onder de mensen. Ik zag dat de paarden en kwiets bleekjes naar mij keken. Wat gaat er verder gebeuren met de mensen, vroeg mevrouw Kwiet. Ik haalde mijn schouders op en wees naar de televisie waarop inmiddels de eerste beelden waren te zien van de slachtingen die de broeders veroorzaakten. Kijkt u hier daarna, dat is de toekomst, prevelde ik somber en wees naar het toestel. Met open monden van verbijstering zaten we aan het toestel gekluisterd. Er werd naar Rome overgeschakeld waar een camera vanuit een rijdende auto 2 rode bestelbusjes volgde. De busjes stopten bij enkele villa's in de buitenwijken. Uit iedere wagen klommen 10 mannen met rode baretten. Met hun machinepistolen omsingelden ze het huis. Enkele roden ramden de voordeur en stoven de woning binnen. De camera volgde hen op de voet. In de slaapkamer aangekomen zag je hoe 2 mannen enkele salvo's vuurden op de man en vrouw in het bed. Het was een bekend Italiaans politicus die in koele bloeden werd vermoord. Nu verscheen het teken van de FVC weer in beeld. Er volgde een andere situatie. Je zag de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Vanuit een hoog camerastandpunt werd ingezoomd op een groepje mannen die een man in een lang wit gewaad meesleurden. Beelden vanuit een ander standpunt lieten tot onze grote ontzetting zien dat het de paus zelf was die ruw in een rode bestelbus werd geduwd. Even later zag je de bus vol gas wegrijden. Achtergebleven Keltische broeders schoten hun machinepistolen leeg op de muren en ramen van de kerk. Opnieuw kwam het teken van het beest in beeld. En kort daarna gevolgd door camerabeelden uit Canberra, Australië. Hier was het dag en vanuit een helikopter werd de beschieting van enkele grote regeringsgebouwen gefilmd. Totale chaos. En zo keken wij die vroege ochtend in de molenaarswoning naar de ondergang van de moderne beschaving. Schokkende beelden die niets anders toonden dan de wrede en boosachtige krachten van de duivel. Sommige gebeurtenissen, zoals die in Washington, zijn gewoonweg niet te beschrijven. Zonder enige vorm van ethische censuur werden tientallen onthoofdingen getoond van Amerikaanse politici. Gillende mannen en vrouwen die in doodsangst en totale paniek waren. En wat ons in het bijzonder opviel, was dat er praktisch geen militaire weerstand werd geboden. Dit betekende dat de FVC na de Tweede Wereldoorlog was uitgegroeid tot de machtigste geheime organisatie die in het politieke en militaire apparaat was geïnfiltreerd. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Niemand had dit de Keltische broeders toebedacht. Het is toch gewoon een gezellige mannenclub zoals er zoveel op de wereld zijn? Diezelfde wereld was ernstig misleid door de duistere en onaardse krachten van het kwaad. En zoals de beelden uit Canberra en zelfs helemaal uit Montevideo in Uruguay bewezen, was niemand ergens veilig. Ook de mannen en vrouwen die in de gebouwen van de Verenigde Naties in New York werkten, waren hun leven en toekomst niet zeker. De toegangen van de 2 geweldige kantoorkolossen werden door rode tanks geblokkeerd. Deze macabere kerstnacht markeerde het begin van de nieuwe orde op onze aarde. Het was een zwarte orde. Het was de dood zelf.